Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Ja, leuk dat je weer luistert. En je hebt een tijdje niks van me gehoord, want ik ben met vakantie geweest naar Mexico. Voor het eerst verre reis met mijn gezin. En dat is hartstikke goed bevallen. Maar daar wil ik het vandaag niet over hebben. Ik wil vandaag vooral even je bijpraten met wat er allemaal speelt momenteel in mijn leven. En vooral ook iets waar ik veel over na heb zitten denken in Mexico. Iets wat me eigenlijk al wel bijna het hele jaar bezighoudt. Maar goed, Mexico dus. Ik ben 3 weken geweest. En het leuke is dat ik in november alsnog een omzet heb gedraaid van meer dan 9000 euro. En ik ben daar heel erg blij mee. Want ja, ik heb echt niet gewerkt in de vakantie. Maar hoe ik toch natuurlijk die 9000 heb kunnen aantikken is dat een coachklant, een nieuwe coachklant, vooruit heeft betaald. Dus dat is al bijna de helft van de 9000 euro omzet. Dus ik dacht, laat ik dat wel eerlijk zeggen. En daarnaast heb ik heel erg gefocust op mijn event begin van november, omdat de early bird korting toen afliep. En ik heb ook veel eventkaartjes dus verkocht begin november. Dus dat samen met nog een aantal andere dingen, zoals andere coachklanten, maakt dat ik dus meer dan 9000 euro omzet heb kunnen draaien alsnog. Dus dat is heel erg fijn. Dan over het event gesproken. Ik ben dat ook volop nog aan het promoten deze week. Want volgende week vrijdag 9 december is het zover. Dan organiseer ik dus mijn event, de route naar een ton per jaar. Over meer geld verdienen en groeien als ondernemer. En of je nu een ton wil of niet natuurlijk. Hè. Het gaat er ook vooral om de groei. Om doelen stellen en om doelen halen. Dus ik ben volop bezig om mijn taak voor te bereiden met mijn groeimethode. En ik heb ook meetings gehad de laatste tijd met Paulien en Rolien, de andere sprekers, over wat zij allemaal gaan vertellen. En het wordt echt heel erg leuk. Dus als je meer wilt weten of je twijfelt nog, kijk even op de pagina. Ik zal het linkje in de beschrijving zetten. En dan hoop ik natuurlijk dat je erbij bent 9 december. Dus Mexico, mijn event. Wat er nog meer speelt momenteel is mijn struggle, dus om het zo te noemen. Ik heb in Mexico veel na zitten denken en daarvoor ook al. En in Mexico viel het een beetje op zijn plek. Ik heb nog niet een oplossing, maar ik heb wel duidelijk wat het probleem is. En ik ga jullie gewoon meenemen in dat proces eigenlijk waarin ik zit. En het komt er een beetje op neer dat ik dus begin dit jaar heb gekozen om, of nou niet eens begin het jaar trouwens, na mijn verlof ben ik vooral gaan focussen op 1-op-1 coaching. En dat komt deels omdat ik minder tijd heb, omdat ik geen kinderopvang had, maar ook omdat ik dat gewoon heel erg leuk vind om te doen, omdat ik daarmee mensen op de beste manier kan helpen. Het is 1-op-1 en het is echt gepersonaliseerd. Dus ik kijk echt per klant van waar hebben zij behoefte aan, wat werkt voor hen, wat zijn hun dromen, wat zijn hun verlangens, wat is vrijheid voor hen. En daarop gaan we voortborduren. En ik vind het echt heel leuk om dat persoonlijker te doen, omdat het anders heel snel voor mij voelt als een vast riedeltje. En ik ben nogal snel verveeld, dus een vast riedeltje, dat is niet mijn ding. Alleen de keerzijde van zo'n 1-op-1 coach traject, focus, vind ik dat ik heel snel aan een plafond zit. Ik zit heel snel vol. Ik heb nu 7 coachklanten en dat is eigenlijk wel echt de max, merk ik. Voor de tijd die ik heb in ieder geval. En ook financieel natuurlijk heb je ook een plafond, want vol is vol. En ik merk dat dat me een beetje tegenstaat. Dat ik het gevoel heb dat ik dan niet kan groeien of zo. En natuurlijk kan je ook high-end gaan, dan verhoog je prijzen en dan kan je op die manier natuurlijk financieel groeien. Maar nog steeds heb je dan natuurlijk een aantal klanten waarmee je vol zit. Dus ik weet niet echt of dat mij gaat bevredigen. Op het moment dat ik meer klanten wil kunnen helpen, dan zal ik dus iets moeten maken wat meer schaalbaar is. Daar weet ik alles van. Dan ga je toch weer kijken naar een online cursus of naar een online programma of een groepsding.
Alleen het nadeel van zo'n online product vind ik nog steeds dat ja, ik daarmee mensen niet altijd op de allerbeste manier kan helpen. En het niveau waar mijn klanten nu op zitten, dat is best wel een hoog niveau. En ik weet niet of een online cursus ze echt verder gaat helpen, om het zo maar te zeggen. Daarbij vind ik het ook best wel lastig om ja, mijn methode, wat ik zeg maar doe met mijn 1-op-1 klanten, om dat in een online cursus te gieten. Omdat het nou juist per persoon verschilt wat werkt. Ik heb niet een vast riedeltje waarvan ik zeg van oh, dit moet je doen en zus en zo. Dus ja, ik weet ook niet of ik mijn 1-op-1 traject zou kunnen vermarkten als een online cursus. Dus nou ja, daar heb ik even helemaal over na zitten denken van hè, wat wordt nou mijn next thing? Hoe kan ik misschien toch meer mensen helpen zonder dus per se weer een online cursus te maken? En toen moest ik denken aan wat Daisy Amelsbeek heeft gezegd in de podcast die ik met haar heb opgenomen een tijdje geleden. Zij had namelijk ook eigenlijk dit vraagstuk en zij verwoordde dat toen heel mooi. Je kan het even terugluisteren als je benieuwd bent. Zij zei iets in de trant van ja, als business coach heb je op een gegeven moment twee smaken. Of je gaat high-end of je gaat toch weer schalen en je maakt een online product of een online programma. Maar ja, als alle twee de opties je niet helemaal dienen, ja, wat dan hè? En daarmee zegt ze eigenlijk ook van ja, we zitten echt heel erg in hokjes te denken. Want hoezo zijn dit de twee opties? Je kan ook 100 andere dingen gaan doen. Alleen moet je dan misschien loslaten dat je dus business, dat als business coach doet. Dus Daisy bijvoorbeeld is heel veel gaan focussen op vastgoed, op TikTok, op cash cow channels, op affiliate websites, op allerlei andere verdienmodellen die eigenlijk losstaan van haar coaching business. Dus haar coaching business blijft op zich gewoon wat het is. Maar daarbuiten is zij zichzelf aan het ontdekken en nieuwe dingen aan doen. En dat sprak mij wel aan. Dat ik dacht van, oh ja, dat kan natuurlijk ook. Alleen de vraag is natuurlijk, wat dan? En ik weet nog niet zo goed wat dan dat nieuwe ding gaat zijn wat ik wil doen. Maar ik heb besloten dat het ook helemaal niet erg is. Dat ik mezelf de tijd geef om te ontdekken wat dat dan is. Ik denk, nou ja, misschien herken je het ook wel, dat je het gevoel hebt van, hey, het klopt niet helemaal. Ik heb toch het gevoel dat er wat mist of dat dit niet het helemaal is voor mij. Alleen weet je dan niet zo goed wat dan wel en daarom blokkeer je. Maar ik denk dat het gewoon een hele logische stap juist is om eerst te beseffen van, hey, dit is niet helemaal meer wat ik wil. Ik weet niet wat het wel is, maar ik weet in ieder geval dat dit niet is wat ik de komende 10 jaar blijf doen. Maar dat is helemaal oké. En dat je pas als je daarmee oké bent en dat erkent, dat je dan ook gaat openstaan voor andere mogelijkheden. En dat je daarnaar op zoek kan gaan natuurlijk. Het hoeft ook niet meteen een eureka moment te zijn van, oh, dit wordt mijn nieuwe ding. Je kan gewoon rustig jezelf de tijd geven en gaan ontdekken wat het is wat je dan wel wilt. En ik ben daar dus nu volop mee bezig. En een aantal dingen die ik dan doe zijn bijvoorbeeld echt weer even helemaal teruggaan naar mijn kern. Van, nou, waar doe ik het ook weer allemaal voor? Wat was ook weer mijn why? En wat zijn mijn kernwaarden? En ja, waarom kom ik mijn bed uit, weet je wel? Wat vind ik nou echt belangrijk? Maar ook, wat wil ik bijdragen? En wat voor impact maak ik met mijn bedrijf? En wie wil ik het liefst helpen? En op wat voor manier? En hoe faciliteert dat ook mijn leven? En uiteraard ook, wat levert het op? Maar ik wil niet puur kijken van, oeh, wat is handig? Wat is financieel slim? Want ja, die trucjes ken ik wel. Dan kan ik net zo goed gewoon blijven doen wat ik doe. Ik wil vooral ook kijken van, waar word ik echt blij van? En ik loop in het park. Wat wil ik zeggen? Het is heel makkelijk om denk ik elke keer te kijken naar wat handig is en wat slim is. En ja, tegelijkertijd is dat dus niet het enige. Als je puur kijkt van hè, wat is slim, hoe kom je rond, dan had ik ook gewoon kunnen blijven doen wat ik doe. Want in principe kom ik prima rond met mijn 1-op-1 coaching business. Dus ja, waarom iets veranderen? Hè? En misschien herken je dat ook wel, dat je denkt van ja, mijn leven is best wel prima. Ik heb toch alles en waarom wil ik iets anders? Maar ik geloof ook wel dat dat knagende gevoel, zeg maar, dat niet voor niks is. En dat als je leven nu prima is, dat het niet betekent dat je niks mag veranderen. Ik geloof ook dat het meer kan zijn dan prima. Dat je voor je allermooiste leven mag gaan. En dat ook verandert. Hè? Dat je elke keer misschien iets anders wilt, omdat je zelf veranderd bent of omdat de omstandigheden veranderd zijn. Dus sta jezelf ook toe om iets anders te willen.
En geef jezelf ook de tijd dus om dat te ontdekken. En ik denk dat het bij mij niet voor niets in Mexico zo naar boven is gekomen. Omdat ik toen echt even afstand heb genomen van mijn bedrijf. En ook letterlijk dus van Nederland. Dat je echt even weer objectief met een clear mind, zeg maar, kan kijken. Dus ik raad je ook aan, als jij ook in dit soort soortgelijke situatie zit, om ook echt even afstand te nemen van je bedrijf. En om misschien, nou ja, ergens heen te gaan. Het kan ook in Nederland zijn. Of zelfs een middagje in een koffietent. Maar om echt even rustig te denken van wat is het nou wat me nu niet dient? Of wat knaagt er nou zo? Wat is het dat me irriteert? En om vanuit daaruit te gaan doordenken van ja, wat wil ik wel? Waar kom ik mijn bed voor uit? Wat voor impact wil ik maken? Wie wil ik helpen? Op welke manier? En dan dat te laten sudderen en jezelf de tijd te gunnen. En open te staan voor wat er misschien hierna gaat komen. En ik denk bij mij dat het ergens in 2023 zich gaat openbaren. Ik heb geen haast. Nogmaals, ik doe nu al echt wat ik leuk vind. En het is hartstikke leuk en fijn. Alleen ik heb gewoon toch een knagend gevoel dat er meer is voor mij. Alleen ik weet niet zo goed wat. Dus dan weet je dat. Even een korte update. Ik had deze podcast al eerder opgenomen, maar dat bleek niet goed te zijn gegaan. Dus vandaar dat ik even nu de samenvatting geef. Voor degenen die er 9 december bij zijn op mijn event, super veel zin in. Ik hoop je dan te zien. En als je nog twijfelt, ja, kijk even op die pagina of stuur me een berichtje. En dan hoop ik je alsnog vrijdag te zien. Bedankt voor het luisteren en laat me weten als het voor jou herkenbaar is of als je vragen hebt. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.